Igmar. We hebben een van de grootste presentatietalenten van ons land in de studio. Oh shit. Ze deed modellenwerk en presenteert nu onder andere Spuiten en Slikken. En ze heeft sinds kort ook een nieuw avontuur. Ze heeft zich namelijk helemaal op YouTube gestort. Mag ik een waanzinnig groot en vooral dampend applaus voor Gwen van Poorten! Gwen, goedenavond. Hallo. Hallo, hoe is het met je? Heel goed, met jullie. Ja, ook heel goed. Ja, fijn wel, ja. Ja, ja. Nou, fijn om te horen. Ja. Hey, ik zei het al eventjes. Je hebt je op YouTube gestort. Ja, dat klopt. Je bent een vlog begonnen. Ik ben een vlog begonnen, maar eigenlijk niet echt een vlog. Het is meer nu uitgegroeid tot een soort online serie. Iedere donderdag om 3 uur. Mm-hmm. Kun je ook een vlog noemen, want ik heb ook wel, ik film mezelf ook wel tussendoor. Maar het is meer een serie. En we hebben eentje gehad, die ging over Joret. Toen ben ik gaan feesten in Joret. Ja. En nu zijn we net weer begonnen met Achter de Viral. Ja, Achter de Viral, dat is een beetje dat je bij mensen langs gaat die op YouTube of op het internet heel erg populair zijn. Ja, die echt geweest. Het hele internet over zijn gegaan. Honderdduizenden views. Eigenlijk een soort begrip zijn geworden. Iedereen kan ze nadoen. Gewoon de internetgekkies. Nou ja, niet per se. Want er zit altijd wel een verhaal achter. En iedereen ziet een momentopname waarin mensen misschien een beetje gek doen. Of iets raars. Misschien is het een act. Misschien is het echt. Maar er zit een verhaal achter. En ik vind dat je dan pas kan oordelen of iemand een internetgekkie is of niet. Okay. Maar inderdaad, op de filmpjes zelf lijken ze vaak wel een beetje zwakzinnig. Maar wat het verhaal erachter is. Pas op wat je zegt, hè, want straks wil niemand meer. Zwakzinnig hoeft niet per se iets naast te zijn, maar het verhaal erachter wil ik juist laten zien. Ja, precies. Maar ik vind het echt een top idee. En dank echt een heel leuk programma. Maar hoe ben je er zo opgekomen? Of is het geen idee van jou? Jawel, het is wel een idee van mij. Ja, ik ben er echt door gefascineerd. Ook door Man bij het Hond en filmpjes. En dan zag ik ze. Het begon eigenlijk mijn fascinatie met zanger Raymond. Van de Witte Chocoladesong. Hoe ging die ook weer? Ja, iets met witte chocola. Met chocoladevlokken en zo. Fuck, als je hem aanzet kan ik hem meezingen. Ja, in ieder geval zanger Raymond. Een aantal jaar geleden, die ging het hele internet over. En dan denk ik, is het een act? Weet je, YouTube kwam op. Is dit serieus? Is dit een act? En weet je, in één keer heb je honderdduizenden views. Er zijn leuke talenten uit voortgekomen. Weet je, Justin Bieber is zo begonnen, Esmee Denters. Maar die gasten worden gewoon beroemd en heb je dit wel door. Filmpjes van tv komen naar internet, gaan daar viral op, Dumpert, Flabber, alles erop en eraan. Maar willen die mensen dit wel? En wat is het echte verhaal daarachter? En ik was gewoon echt heel nieuwsgierig. Ik wilde gewoon echt die mensen ontmoeten. Dus het eerste seizoen was die gast van Krakaka, zanger Raymond, de Fieldfuckers, de dames met de tatoeages. Ja. En Hardcore Never Dies. Oh, wow. En die wilde ik gewoon zo graag ontmoeten. En weten, is dit serieus? En wat valt je nou het meest op bij die mensen als je ze ontmoet? Dat ze hun filmpjes altijd fantastisch vinden. Hun eigen filmpje? Ja, en trots zijn. En hun omgeving ook. Oh, echt? Ik zou me echt kapot schamen. Ja, maar als je zo daar jezelf bent. Ja, oké. Okay. Als dat is echt is wie je bent, dan. Ja, dan ben je daar gewoon blij mee. Mm-hmm. Ik zat vanmiddag even te kijken, want vorige week is de eerste aflevering van het tweede seizoen. Ja, tweede gekomen, seizoen, maar die is dus op mijn YouTube-kanaal. Ja. Ik zat even te kijken op YouTube en Henk en Ingrid had je daar. Ja. Die ken je natuurlijk hiervan. Ik zal even een klein stukje laten horen. En vooral als de shows met de mannen zijn, dan is het helemaal mooi. Nee. Als je hier voor een tientje, dus Katje van nou neem ik hem ook mee. Meenemen. Maar is dit ook haar eigen stem? Heb jij echt die vrouw de hele middag zo. En vooral als de shows met de mannen zijn, dan is het helemaal mooi. Nee. Ja. Als je hier voor een tientje, dus Katje van nou neem ik hem ook mee. Maar zij zijn echt trots hierop. Ja, kijk, dit zijn twee mensen die een hele aparte hobby hebben. Die heel erg verliefd zijn trouwens, heel gek op elkaar. Die, nou, aparte hobby. Nee, kijk, dat is ook in principe mijn hobby. Weet je, zij gaan naar de Kama Sutra beurs. Ik hoef daar niet echt per se mee naar buiten. Maar zij houden van seks en willen dat graag met iedereen delen. Wacht even, Gwen van Poorten vindt de Kama Sutra beurs heel leuk? Nou ja, ik vind seks is ook een soort hobby wel van mij. Maar niet per se dat ik daar graag met iedereen over wil praten. Snap je? Mm-hmm. Het is ook waarschijnlijk jullie hobby wel, toch? Seks is leuk, toch? Nee, niet zo jongens. Oké, dan ben ik daar alleen in. Maar deze mensen willen gewoon heel graag met iedereen delen dat ze van seks houden. En die zijn daar viral mee gegaan. Die stonden op een bepaald punt op die beurs in heel weinig kleding. En hij is leuk geknipt. En dat gaat dan het hele internet over. Weet je, hun leven is nooit meer hetzelfde. Je gaat naar buiten en je bent in één keer ook nog eens mooie. Ze heten helemaal geen Henk en Ingrid. Ze heten Eduard en Annika. Echt? Ja. Oh, wauw. Ja, dus dat is een soort allemaal vragen die ik had. Weet je, is het echt? En hoe gaat het met jullie? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ik vond het sowieso wel vet dat het echt was, weet je. Mm-hmm. We hebben dan al voorbereid dat ik ze niet ontmoet voordat we
echt gaan draaien. En dan gaat de deur open en dan zijn ze echt zo, weet je. Komt er niet een soort heel net stel. Ze zijn echt gewoon... Oh, wat mooi. Ja, en ze hebben echt een verhaal kunnen doen. Ook gewoon dat ze... Heel inspirerend. Ze geven er geen fuck om wat andere mensen van hun denken. Ik ben er best wel jaloers op. Ja, dat je dat kan. Dat je zo scheid hebt aan andere mensen. En echt gewoon denkt, wij zijn zo. Wij zijn misschien een tikkeltje anders. Maar we hebben scheid aan alles en iedereen. En we zijn super gelukkig samen. Ik vind dat wat heel, iets dat heel bewonderenswaardig is. En je komt echt langs bij excentrieke mensen wat dat betreft. Op z'n zachtst uitgedrukt wel, ja. Eén daarvan heb je ook meegenomen zelfs. Ja, zeker. Ben je echt vrienden geworden met deze persoon? Of, nou, we kennen elkaar sinds een week. En morgen komt hij online om 3:00. En ik heb Klaas Vaak meegenomen. Ja. Auw. Klaas Vaak. Ja, luister, ik heb echt vieze keelpijn. Dus... Wauw! Ja, mensen kennen jou misschien van deze YouTube-hit. Jij komt hier zo tegen mij praten? Wauw! Jij komt hier zo praten met mij. Jij weet niet wie ik ben. Jij komt hier, jij zegt tegen mij... Kijk, kapsel van Klaas. Wat denken jij? Haha. Wat denken jij? Waar jij haalt leven dan, jij komt hier in de Sittard. Jij komt hier in de Sittard, je praat zo tegen mij. Tegen mij? Tegen mij? Ja, kijk, als ik dit dus zie. Nou, ten eerste, ik kende Klaas Vaak wel van de filmpjes, maar ik had gevraagd, wie willen jullie zien? Uh-huh. En ik hoorde super vaak Klaas Vaak. Ja. Ja. Maar ja. Wat dacht jij toen Gwen jou benaderde? Ja, ik dacht eerst... Dit is niet de eerste die mij heeft benaderd om te beginnen. Ik bedoel, ik ben door heel veel mensen benaderd. Ik word ook door heel veel mensen benaderd. En op een gegeven moment ben je aan het kijken van... Ja, zal ik die serieus nemen? Zal ik die serieus nemen? Ja, weet je niet meer. Dus ik ben gewoon echt op een wilde gok ingegaan. En ik zei, ja, is goed. Fuck it. We gaan het doen. Hey, en morgen komt het online, het ja. filmpje. Ja, want, wat gaan we zien? Nou ja, kijk. Wij zien natuurlijk Klaas Vaak. Wat heel veel mensen zich afvragen, is het een act... Of is die echt zo? Was dit per ongeluk? Is het in scène gezet? En wie is die gast? Weet je wel? Waarom doet hij zo? Waarom praat hij zo? Ik heb ook mensen op straat gevraagd. Dat je denkt dat hij heel veel drugs heeft gebruikt. De ander denkt dat hij gewoon zwakzinnig is. De ander denkt het is een act. Die is hartstikke slim. Ja. En ik heb gewoon zijn verhaal gehoord. Het is best wel een inspirerend verhaal. Echt een inspirerend verhaal. Oké, nou ik ben... Morgen staat het online, hè? Ja, om 3:00 op mijn YouTube-kanaal. Alsjeblieft, subscribe en zo, jongens. Dat kan je zeggen nu, hè? Ja. En we hebben Gwen van Poorten in de studio. Yeah. En we hebben ook Klaas Vaak in de studio, die helemaal viral ging. Hoeveel mensen hebben naar je filmpje gekeken eigenlijk? Ik was op een gegeven moment wat ik aan het tellen, maar op een gegeven moment dacht ik, ah, fuck, die shit, ik kan niet meer tellen. Over een miljoen, dik. Maar over 1 miljoen mensen? Nee, veel meer nog, joh. Ja? Want het wordt overal gedeeld. Ja, het wordt constant gedeeld. En ik heb zelf ook heel veel volgers op mijn pagina, op mijn Facebook en op mijn Instagram. En een paar ook nog op mijn YouTube-kanaal. Maar ik snap er helemaal niks van YouTube, dus ik heb het gewoon... Maar wat doe je nu? Wat doe je in het dagelijks leven? Nee, zeggen! Jawel! Oké, zeg het maar. Oké, luister. Ik zal het kort houden. Ik ben... Ik werk samen als pakketjesbezorger en ik werk met autistische kinderen. Oh shit, en zag je niet aankomen. Verder doe ik heel veel optredens in het weekend. Ik doe MC'en, ik doe van alles en nog wat. Dus ik ben met van allerlei dingen bezig. Maar is dat allemaal gekomen door het filmpje dat jij ging MC'en en zo? Ja, ja, het komt allemaal door het filmpje. Wow. Hij is een held, man. Ik ga de straat op, ik laat zijn filmpje zien. Schreeuwende kinderen en zo. Wat doe je nu? Superheld uithangen. Zoals snap je. Maar ja, weet je, als mensen naar zo'n filmpje kijken, ze hebben allemaal vooroordelen. En hij vertelt mij gewoon dat hij op een boerderij met autistische kinderen werkt. Jongens, weet je, soort, iedereen heeft een beeld ervan. En ik vind het heel mooi om te laten zien wie hij echt is. Wat ik vooral altijd zo raar vind, mensen zien je op internet en ze hebben meteen, bam, zit er een stempel op je hoofd. Ja. En van die stempel moet je echt gewoon je best doen, wil je daar vanaf komen. Uh-huh. En ik hoop dat ik met deze viral dus ook een beetje van die stempel afkom. Want voor mij is het ook natuurlijk heel veel publiciteit. En dat mensen een andere kant van Klaas Vaak zien. Dus. Heb je wel eens een negatieve publiciteit? Ben je wel eens negatief benaderd door iemand? Iemand zei, ik bedoel, een goal. Wanneer niet? Ik bedoel, op Facebook hebben we de internet gangsters. Met die, ik weet niet of je de foto's hebt gezien met die gespierde duim, weet je wel. Dat zijn allemaal zo'n type. Ja. Dus allemaal internet gangsters. En die gooien dan allemaal van, hey, mijn goaltje. Of ga eens naar de tandarts. Of ga eens dit of ga eens dat. Ik vind het allemaal leuk en aardig. Maar... Ik zit nou wel hier en zij zit buiten. Koud. Ja, precies. Jij bent en we hebben iets vets gedaan, want hij
doet iets in zijn filmpjes. En we dachten, misschien is het wel leuk als we een showreel voor je op gaan nemen. Dus dat hebben we gedaan. Ja. Oh, vet. En dat hebben we op een super vette manier gedaan. We hebben een hele grote studio afgehuurd. Ja, maar niet te veel erover vertellen. Nee, okay, we gaan het bekijken in het filmpje. Morgen komt hij online. Ja, precies. Hey, en Gwen, laatste vraag voordat we het hak op de tak interview met jou doen. Zijn er nou nog mensen die je heel graag wil hebben? Voor ja, achter man. De viral van die mensen die je niet te pakken kunt krijgen? Oh ja, het eentje Tom steekt vuurwerkje af. Oh, die. Maar luister naar mijn stem. Mensen zeggen dus vaak, oh, Gwen is net als Tom, steekt vuurwerkje af. En toen dacht ik, fuck, dat wil ik helemaal niet. Maar oké, jullie willen hem dus blijkbaar zien. Tom steekt vuurwerkje af. Tom, ik heb je een bericht gestuurd op Facebook. Maar je doet of je het niet bent. Maar kun je alsjeblieft gewoon meewerken? Klaas, zeg iets tegen. Ja, hey, Tom, luister, kerel. Gwen is een hartstikke toffe meid. Ik bedoel... Ja. Zorg ervoor dat je erbij bent. Ik ben er ook bij. Ja, en Tom, ik beloof erbij. Je. Ja, iedereen is erbij. We gaan iets groots opblazen als je hem... Oh, dat zal wel lang zijn. Gwen. Ja. We willen met jou het hak op de tak interview doen om je wat beter te leren kennen. Ik ga even rustig zitten. Je krijgt allerlei dilemma's, allerlei vragen en het is zaak om zo snel mogelijk antwoord te geven. En er is een joker, hoorde ik net. Keer, je mag één keer zeggen, hier geef ik geen antwoord op. Oh, ja. En anders. Ja, en anders heb je problemen. Anders ben je een sukkel. Okay. Gwen van Poorten. Ja. Mijn grootste voorbeeld is... Oh, fuck, dat weet ik helemaal niet. Nee, ik ga meteen mijn joker inzetten. Oké, okay, door. Oh, dat wordt heel interessant. Ja. Deze drugs gebruik ik nooit meer. Ecstasy. Een mooie documentaire of een showbizprogramma? Een mooie documentaire. Stiekem ben ik jaloers op... Stiekem ben ik jaloers op... Henk en Ingrid en Klaas Vaak. Hoeveel geld zit er in mijn portemonnee? Niks, ik heb geen portemonnee. Deze viral wil ik zeker nog in mijn filmpje hebben. Blikje in de water. Als ik dronken ben, dan word ik... Vergeetachtig. Wat is je laatst gekregen appje? Mag ik moeten kijken? Ja. Oh jee. De allerlaatste. Van mijn stylist. Of vanmorgen kunnen afspreken. Dat is niet zo spannend, hè? Wat saai. Ja. Dus nee, er staat niks geils tussen. Nee, ja, maar dat stopt niet. Ja, ik heb ook eentje van Gwen for President. Dat is leuker. Ja, hey. Het is helemaal niet leuk. Je had mijn iMessage moeten vragen. Daar staat het. Wat is mijn laatst gekregen iMessage? Staat er? Ja. Even kijken. Dat is een hartje. Dus. Ik schaam mij stiekem voor... Dat ik zo luidruchtig ben. Modellenwerk of acteren? Allebei kut. Oh? Acteren. Wat niemand weet van mij is dat ik... Oh, die zijn er heel veel. Dat ik heel veel naar André Hazes luister. Oh, wow. Over 10 jaar ben ik... Keihard aan het gaan. Op een hele lekkere zender. Ik op heb tv. Spijt van... Spijt van... Dat ik misschien Squirt heb opgevangen bij spuiten en slikken van een chick. Ja, ik heb een chick die ging Squirt en dat heb ik opgevangen. Dat nee. Vind... Ja, dat ding misschien toch misschien had ik het niet moeten doen. Zo. Ja. Wat? Ja. Hoe dan? Nou, gewoon met een bakje. Oh. Nee. Maar dat was de bedoeling? No. Ja, ja, want we gingen uitzoeken wat Squirt nou is. Ja. Want het is urine of iets anders, vocht. Oh. En ik heb echt, dat ik er nu aan denk, dat ik bijna moet overgeven... Maar er ging echt zo'n chick met haar vuist in. En dat was eigenlijk zo'n zeiltje. Alles voor de wetenschap. Ja, nou ja, kijk, het is op zich wel interessant. Want het is dus grotendeels urine. Dus hé, hey, heren, weet je. Je hebt een beetje pist aanvangen dus. Ja. Ja, weet je. Maar toen dacht ik, ja, ik vond het gewoon echt heel vies. Ik heb er soms gewoon nog last van. Maar het was wel, uiteindelijk het item is wel vet geworden. Maar ik dacht, nee, ik denk nu wel, ja, dat... En de laatste vraag. Ja. Harde porno of zachte porno? Harde porno. Hoppakee. Nou, ik vind dat je goed er doorheen hebt geslagen. Ja, moet je. Je moet gewoon die joker er meteen uitgooien. Ja, heb je goed gedaan. Gwen van Poorten, dankjewel voor je komst. We gaan je volgen. We gaan je checken. Elke donderdag om 3 uur, hè? Nieuw filmpje. Yes. Elke donderdag om 3 uur. Op welk kanaal? Gwen van Poorten gewoon zoeken. Ja. Okay, ik kan Klaas Vaak ook volgen. Waar kan je jou volgen? Klaas Vaak op Instagram en Klaas Vaak op Facebook. En Klaas streep je Vaak op Snapchat. En Vaak is met een F, hè? Ja. Ja. Van Fatima. Heel goed. Gwen van Poorten, dankjewel. En ook Klaas Vaak, dankjewel. Yay. Ja, en er gebeurt natuurlijk nog veel meer bij Igmar. Wil je dat nou zien? Fragmenten bij ons programma? Klik dan even hieronder. Hebben we alles voor je staan? Ondertussen, als je dan toch niks aan het doen bent, even hier abonneren en dat duimpje geven. Alle 3 tegelijk. Dus ga even naar abonneren.
Klik hieronder en geef een duimpje. Dan ben je een held, want dan kan je mee op de Facebook.